daarvoor? Ja. Actie. Hallo, ik ben Charlie. En ik ben Manu. En dat is Jim de cameraman. Nu staan we voor het mooiste gebouw van Amstelveen. De Roelofenema School! Vandaag gaan we u een rondleiding geven door de Roelofenema School. Komt u maar mee! De groepen 1, 2 en de groepen 3, 4 hebben hun eigen minischool met eigen ingang. Elk jaar zijn er 3 groepen. We lopen nu de groepen 1 en 2 in. Hi, ik heb een vraagje. Want hoe wordt er eigenlijk lesgegeven aan de kinderen van groep 1 en 2? Nou, we doen eigenlijk heel veel spelenderwijs. Dus terwijl de kinderen aan het spelen zijn, leren de kinderen allerlei doelen te behalen. En leren ze rekenen en taal. Dus nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een kralenketting voor oma maken. En dan moeten ze dobbelen. En het aantal kralen wat ze gedobbeld hebben, moeten ze dan aan de ketting krijgen. Hoe werkt het eigenlijk met de kleutergym? De kleutergym, ze krijgen 1 keer in de week krijgen ze les van meester Nadert. En dan krijgen ze in hun eigen lokaal krijgen ze gym met toestellen en af en toe een spelles. En daar genieten ze enorm van. Hi Isabel, ik heb een vraagje voor jou. Want hoe geef je eigenlijk les in groep 3? Je geeft les door te beginnen met letters aan te bieden. Kinderen die vanaf de kleuters naar groep 3 komen, hebben nog geen letters geleerd of een beetje letters geleerd. En vanaf hier gaan ze beginnen met een letter. Vandaag leerden ze de letter R. Wat is eigenlijk het verschil tussen groep 3 en 4? In groep 4 kunnen ze al echt lezen, kunnen ze al woorden lezen en ook al best wel lastige woorden lezen. En daar moeten we naartoe werken in groep 3. Nou jongens, hoe vinden jullie het eigenlijk in groep 3? De groepen 5 tot en met de groepen 8 zitten boven. Kom maar mee. Dit is het technieklokaal. Zo weet je later ook hoe je een IKEA-kast in elkaar moet zetten. Dit is het kooklokaal. Hier bakken we vaak pepernoten, hamburgers, empanadas, pizza's, soep en nog veel meer. Ja. Hey Charlie, Manu en Jim. Wat leuk. Hi juf Linda. Jij geeft les in groep 6. Ja. Wat is er eigenlijk belangrijk in groep 6? In groep 6 is natuurlijk taal, spelling, rekenen nog steeds hartstikke belangrijk. We doen hele mooie projecten over bijvoorbeeld Egypte en de middeleeuwen. Maar wat we vooral heel belangrijk vinden zijn de leefregels. Fijn, rustig, veilig en netjes. En we vinden het belangrijk dat we de leefregels op school met elkaar eigenlijk goed bespreken. Maar dat we die ook hanteren als we online zijn. Er zijn ook daktuinen boven. Hi, hoe vind je het eigenlijk op de daktuinen? Superleuk, want je leert eigenlijk allemaal dingen over planten en zo. En je mag ook allemaal dingen meenemen. In groep 6 mag je uien en peterselie en sperziebonen mag je allemaal meenemen. En dat kan je dan of uiensoep meemaken of kan je peterselie in de tomatensoep doen. Oh ja, dus eigenlijk is het echt super leuk en lekker. Ja. Wij gaan weer. Dag, dag. Doei. Bam, goal. Ha, na het harde werk mag je wel even ontspannen. Hi. Welkom in 8C. Wat is er eigenlijk nou zo leuk aan groep 8? Nou, ik vind de kinderen in groep 8 altijd superleuk om lekker mee te kletsen. En het kamp. We gaan het begin van het jaar altijd op kamp. Dat vind ik superleuk. En de musical. Aan het einde echt afsluiten dat iedereen klaar is voor de middelbare school. Maar wordt er dan eigenlijk nog wel gewerkt? Er wordt onwijs hard gewerkt. Kijk maar om je heen. We zijn nu ook weer bezig met Da Vinci, met het nieuwe thema Maori's. En echt dingen ontdekken van hoe komt het nou aan de andere kant van de wereld? Hoe is het daar ontstaan en in welke tijd leefden wij toen? Dus gaan we goed met elkaar vergelijken. Nou, lijkt me heel erg leuk. Dit is de gymzaal! Nou Manu, wat vind je eigenlijk het leukste aan deze school? Nou, ik vind het groep 8 kamp wel heel erg leuk. En natuurlijk de schoolreisjes. En jij Charlie?
Ik vind het allerleukst dat we naast het harde werken heel veel leuke dingen doen. Natuurlijk werken we wel hard, maar we doen altijd wel iets heel leuks. Dit was onze rondleiding door de Roelofenema School. Doei!